Dat ze hoger hebben, dat zie je haast niet. Kuub water. Minder. 50 kuub hoor. Dat is geen kuub van geloven. Slimmy, klop maar op. Dat is de politie. Daar gaat een tweetje worden op de inlijn tikken. De toren van Ga zeker verteld en nieuws van Waterloo. Martijn Dijkstra en Wim Wittenberg gaan aan de start. Martijn Dijkstra. Dank je. Lekker. Dat is nummers 97 tot met 101. Pieter van Oorschot en Sjors Hooyen. Ria, jullie kunnen zien we ook de mannen hier van WRV, de tellers uit Hoogveen. Natuurlijk de nummers 101, Jan, Melle, Meeuwissen, Anthony van Moppen, Stefan Verhoef en Noah de Groot. Kiel Mason, Daniel Ray en James Jasny. En ook hier de mannen van Senza Kanjers voor Kanjers Cycling Team. Dat is nummer 13 tot met 17 met Sven Pellegrin, Arjen Hofman, Wessel Zetterman van Michael. Wat als je niet ziet? Dan moet je zeggen.
Een mooie wedstrijd over de mooie eilanden voor de putten en Goeree over Vlakkee. Een wedstrijd over 158,5 kilometer. Tweemaal wordt de haar in Vlietam overgestoken. Dan gaan ze hier de eerste keer de finishlijn passeren op kilometer 134. En dan is er weer een tussensprint. Wederom gesponsord door Peineman Lifting Solutions en aannemersbedrijf Lindeloof. Dat is zeker lekker. Dat maakt de koers misschien iets minder mooi, maar dat moeten de renners maar uitzoeken dan. Nou, ik weet dat ze heel lang kunnen. Dat hebben ze al jaren bezig. En voor onze toeschouwers is het belangrijk. En dat is natuurlijk een heel evenement, hè. Dat is zelf 10 keer. Maar ik weet niet of je dat weet. Maar het is mooi dat je nu al ISS van zonder. Ja, want zonder die vrijwilligers en zonder die sponsoren zijn dit soort wedstrijden gewoon niet mogelijk inderdaad. En dat is hartstikke mooi dat al die vrijwilligers hier hun werk doen. En het is ook een wielerdag, want vanmorgen zijn ze natuurlijk ook al vertrokken voor de toertocht. We krijgen daar ook een afwachtingswedstrijd met ideeënremmers en nieuwelingen. Dus een dag vol wielrennen hier in Spijkenisse. Het wordt een dagje genieten en natuurlijk ook heel veel van de kutten en Dat is een heel mooi deel van de provincie Zuid-Holland inderdaad. Zoveel mogelijk mensen te helpen met hun evenementen, zoals dit evenement, maar ook culturele evenementen. En dat maakt ook veel meer mensen blij. Zoals we dat in de vorm nemen, evenementen, Helvensluis, Spijkenisse, waarop. En we zijn er blij mee dat we in ieder geval hand in hand gaan, samen met al die verenigingen, stichtingen en de havenindustrie. Want uiteindelijk is dat ook heel belangrijk voor alles wat hier gebeurt. Ja, zeker, want Martijs de Vries mag in het wit rijden vandaag. En dat is ook een trui die hij graag aan het eind van de koers wordt uiteraard begeleid door de politie-eenheid Rotterdam teamverkeer onder leiding van Sander Westman. En de medische service wordt verzorgd door de ambulancedienst met medewerking van EHBO-afdeling Spijkenisse. De hondenarts is Doreen Varin. En de koersdirecteur is Adriaan van Dijk. Dan gaat het vast en zeker lekker koel worden. Nee. Waar is de hondenmis? Wordt hier gebruikt. Ja, uiteraard. Altijd spelen. Nee, hij werkt. Dan gaan we naar de vierde plek. Is dat in de ontsnapping? Kevin Westerberg. Dan is het team leeg eigenlijk vertrekken op het startschot van Ilona van de Rabobank.
Zijn jullie er klaar voor? Wacht even hoor, nog even. Jury klaar, Tom klaar. Ben je klaar, Tom? Kom met één hand. Oké, dan mag Ilona jullie wegschieten. 3, 2, 1. Prettige wedstrijd, dames en heren. Maak er een mooie wedstrijd van. Jullie zijn weggeschoten door de Rabobank voor al uw financiële zaken. Door Ilona. Voor Niels van Houweling. En dan hier aankomst van deze sprint. En dat is Luc Bierkens. Die de 10 punten pakt. En Bart Brondels de 9 punten. Jij bent klaar. Uiteraard wordt daar ook voor gesprint. Dus Lucas Janssen voor Sebastiaan van Mul. En dan de Wartover Zuid-Hollandse Eilanden Tour hier verzorgd, georganiseerd. Er wordt er gebeld. Mooi evenement. De 10, 7, 4 en de laatste ronde dan 1. Ja, de laatste ronde. Oh. Dus bij de eerste keer 3 bellen, dan zijn er 3 weg. Gaat uw gang. Met de wedstrijd, heren en dames, uiteraard. Maarten, een mooi spetterend onderdeel van dat laatste onderdeel. De sketch. Hij vindt ook een verwachting, ja, ik hoor het ook. En hier in nieuws uit de koers van de ZAE Tour. Er zijn een kwartet renners proberen zich los te maken uit het peloton. Dat zijn Joep Steinboes. Martin Kelly.
Nee, ga lekker door. Dus.